En waar men geen vergif meer mag en kan inzetten, ja, komt het geweer tevoorschijn. Bewapend met nachtkijkapparatuur en een persluchtgeweer gaat Edu van der Sluis uit Ruurlo 's nachts op pad naar boerenerven om ratten af te schieten. Vanaf dit jaar is het voor particulieren verboden om rattengif te gebruiken, waardoor de Achterhoekse rattenjager steeds meer klanten krijgt. De rat is in principe een heel mooi diertje, hartstikke mooi beestje. Alleen ja, hij verspreidt heel veel ziektes, hij maakt heel veel schades. Ze verspreiden gewoon heel veel ontlasting, wat dus ook weer in het diervoer komt. Ze maken dingen kapot, noem het maar op. Het is geen liefhebbend diertje, nee. Mensen willen hem graag niet hebben. Boerenbedrijven bellen Van der Sluis daarom op om van de overlast af te komen. Ik kom bij de boeren, parkeer de auto, ik maak mijn spulletjes in orde. Dus het wapen komt uit de koffer. En dan gaan we door de schuur heen lopen. Dan gaan we ze opzoeken. Dan zoeken we ze met de warmtebeeldcamera zoeken we ze op. Kunnen ze heel snel spotten. En dan met de infrarood stralen we ze aan en dan krijgen ze een extra gaatje in hun lijf. Ja. Het midden in de nacht opstaan om ratten af te schieten is een bijzondere baan. De inwoner van Ruurlo legt uit waar zijn fascinatie vandaan komt. Nou ja, sinds jeugd ben ik al gefascineerd door luchtbugs schieten. En niet op ratten, gewoon op doeltjes. Daar is eigenlijk een beetje begonnen. Sinds 2015 zijn wij verhuisd naar de Achterhoek. Gewoon buitenaf, composthoop, eigen kippen. En met beestjes krijg je beestjes, dus ook ratten. En toen ben ik erop gaan schieten. En even nadenken van mag dat? Nee, dat mag niet. Hij besloot de juiste papieren te halen, waarna hij sinds 2020 zichzelf in de markt zette. Sinds die tijd heeft Van der Sluis naar eigen zeggen ongeveer 1000 ratten afgeschoten. De Achterhoekse rattenjager krijgt ook kritiek op zijn werk, maar hij ziet het zelf als een diervriendelijke manier om van het plaagdier af te komen. Vergif zijn ze 3 dagen ziek. Een klem, ja oké, als hij goed geklemd wordt is hij meteen dood. Maar ja, dat lukt ook niet altijd. En dit is 1 keer poef, het is weg. Tot het einde van dit jaar mag het eerder gekochte rattengif nog worden gebruikt door boeren. Daarna denkt Van der Sluis alleen maar meer klanten te krijgen. Ik wil eigenlijk niet zeggen dat het gunstiger wordt voor mij, maar uit bronnen heb ik vernomen, sinds dat de particulier geen rattengif meer kan kopen en mag kopen, dat de populatie al met 60% gegroeid is. En jagen is ook beheren en dit is eigenlijk een schadedier beheren. Zodat de populatie niet te groot wordt en de schade en ziekteverspreiding zo klein mogelijk blijven. Ja.